Dit zit er in zo'n verpakkingtje. Je hebt vloeistof. Supermooi kaartje met een vogeltje. Gewoon een man. We best een ik weet niet wat dit is, maar een bijzondere middag achter de. Goedemorgen, we starten weer met een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 21 december. Ik ben Janneke van het kanaal Janneke Schaefer en we starten weer met een nieuwe weekvlog. Ik sta hier bij mijn kerstboom. Die staat er natuurlijk nu al anderhalve week of zo, twee weken. Vandaag gaat mijn nichtje twee nachtjes logeren bij een vriendinnetje. En gaan de kleintjes, dus de kinderen, de jongste gastkinderen, Fleur en Rosa, die komen bij mij logeren twee nachtjes. Even een switch qua kinderen. Dus het is even hier heel snel opruimen, schoonmaken, zodat de kinderen er kunnen zijn. En ik ga even zien wat ik kan filmen, want ja, kleine kinderen in de vlog, dat gaat dus niet. Dus ik probeer het een beetje tussendoor. Ik had Daniella beloofd, want die eet vanavond mee, om Meal Hero uit te testen met haar. Nog een nieuwe maaltijd. Dus dat gaan we ook doen. En ik laat natuurlijk elke keer even weten of ik het lekker of niet lekker vond. Want ik wil ook gewoon voor mezelf even weten. In hoeverre was het nou een maaltijd die niet zo lekker was? Of is gewoon Meal Hero gewoon niet mijn ding? Dat kan natuurlijk ook. Dus wat dat betreft ga ik hem dus vanavond nog eens een keer uittesten. En misschien morgen ook nog wel een keer. Want als die kleintjes er zijn, koken vind ik niet helemaal handig. Maar aan de andere kant, Fleur moet natuurlijk ook mee eten. Dus dat wordt even een dingetje. Misschien dat zij er ook wel iets van lust. Maar ik moet even kijken. Volgens mij heb ik nog wel iets in de vriezer liggen wat zij nog wel kan eten. Maak er wat van. Dus dat. Ik ga stofzuigen, dweilen. En nog even de kerstswap video editen. Dat heb ik dus ook nog niet gedaan. Kwam ik tot mijn grote schrik achter. Dus dat moet ook nog even gebeuren. En dan ben ik er klaar voor. Oké, ik heb deze dus gekregen om te haken voor Agnes. Dus ik moet hem wel weer afstaan. Maar deze ga ik dus maken. Het is een kerstbal engeltje. En ja, er zit dus zo'n bal bij. Alle wol zit erbij. Nep sneeuw zit erbij. Oogjes zitten er ook nog bij. Super cute. Ik ben benieuwd hoe lang ik erover doe om die te maken. Hij ziet er heel klein uit. Ik denk dat hij zo klaar is. Ik heb iets binnengekregen. En dat zijn COVID-19 testen. En daaraan kan je dus zien of je het antivirus al bij je draagt. Het is vandaag dinsdag 22 december. En ik heb dit naar aanleiding van een video die ik had gezien van Blockbusters of zoiets, Blockbox. Ik zal de link in de beschrijving even neerzetten, of mocht je er interesse in hebben. Ja, er zijn dus andere methodes dan de PCR-test om te kijken of je corona hebt. Ja, als je klachten hebt, ga je naar zo'n teststraat, laat je je testen. Dat is een optie. Maar die wil ook nog wel eens een positieve test geven als je al in het verleden corona hebt gehad. Er is veel onderzoek naar gedaan. Ik ben me volledig van bewust dat er heel veel mensen zijn met andere meningen hierin. Maar ik heb echt heel veel onderzoek gedaan. Heel veel video's gekeken met mensen die daarvoor gestudeerd hebben en zo. En eigenlijk niet alleen maar media daarin volgt. Om te kijken of je ooit al het coronavirus hebt gehad, is deze test er. En ik ga hem doen. Ik ga hem gewoon meteen doen. Ja, kleintjes liggen op bed. Dus waarom zal ik hem niet meteen doen? Dit zit er in zo'n verpakkingtje. Je hebt vloeistof om je vingers schoon te maken. Een prikketje om bloed uit je vinger tevoorschijn te krijgen. Hiermee zuig je het bloed aan. Hier zit een testapparaatje in en hier heb je dus hoe je het moet gaan doen. Het moet op kamertemperatuur. Je vinger eerst masseren, dan je vinger schoonmaken, prikje in de vinger. De eerste druppel even wegvegen met het doekje en dan met de pipet wat bloed opzuigen. Dat doe je dan op de test. Je voegt wat twee druppels buffervloeistof toe, dat is dus dat spulletje wat je net zag. En na 15 minuten heb je resultaat in de cassette. En dan zijn dit de uitslagen die je kan hebben. Als er één streepje staat, zijn er geen SARS-CoV-2 antilichamen aangetroffen in uw bloed. Herhaal na een paar dagen. Positief. Er zijn SARS-CoV-2 IgM antistoffen aangetroffen in uw bloed. Neem contact op met de GGD. Er zijn SARS-CoV-2, IgM en IgG antistoffen aangetroffen in bloed. Neem contact op met de GGD. Hier heb je nog een positief. Er
IgG-antistoffen aangetroffen in uw bloed uit het verleden. Bij twijfel neem contact op met de GGD. Dus ook als je inderdaad het gevoel hebt dat je dus verschijnselen hebt, besmettelijk bent, dan hoor je natuurlijk contact op te nemen met de GGD. Het is ongeldig als er geen streepje verschijnt, want dan heb je de test dus niet goed gedaan. Nou, ga het doen. Masseren. Alcoholdoekje. Prikketje. En dan is het eerste even wegvegen. Een beetje meer bij. Oké. Nu op de test. Druppeltjes bloed. En we gaan wachten. Dan hoop ik dat ik genoeg bloed heb toegevoegd. Is dit een zwangerschapstest? Er verschijnt één streepje. Ik ben niet zwanger. En nu gaan we wachten totdat er misschien nog andere streepjes ontstaan. Ja, we zijn nu 10 minuten verder. En het enige wat je ziet is dus dat ik de test goed heb uitgevoerd. En verder niks. Geen antistoffen, geen voorgaande coronavirussen te vinden. En ook geen besmetting nu. Ik heb ook geen klachten hoor. Maar het was voor mij een test om te kijken of ik in het verleden antistoffen had aangemaakt. Nou, dat heeft hij niet aangetoond. Al moet ik zeggen dat ik weinig bloed tevoorschijn kon krijgen. Misschien heb ik het ook fout gedaan. Dat kan. Het is natuurlijk altijd veel beter om het inderdaad door een arts of zo te laten doen. Maar die doen dus deze testen niet. En dat is dus best wel een beetje jammer. Ja, ik wil eigenlijk dat hè, als het nou wat bekender zou zijn, dat je ook op antistoffen kan testen. Dat zou veel mooier zijn. Dan, weet je, dan kun je ook zonder vaccinatie aantonen dat je al antistoffen hebt. Want ja, vaccineren is natuurlijk om antistoffen te maken tegen het virus natuurlijk. En als je die al hebt, als je die op een natuurlijke manier gemaakt hebt, van ja, dan hoef je natuurlijk niks in te spuiten. Dat dus. Nou ja, zonder discussies op te roepen en zo. Maar goed, zo sta ik erin. En ja, met mij toch best wel heel veel mensen, heb ik gemerkt. En ja, dus ik was een beetje op onderzoek uitgegaan van zijn er ook testen, bewijsjes te krijgen of te vinden, zeg maar, dat je dus antistoffen hebt. Want het is niet makkelijk om ergens aan te kloppen van, hey, kun je even mijn bloed testen op antistoffen van het coronavirus? Dat gebeurt eigenlijk niet. Zelfs al zal je bloed doneren, dan krijg je geen uitsluitsel over de kwaliteit van jouw bloed. Er zijn dus antistoffen gevonden in bloed van mensen en die hebben dus daar nooit een uitslag over gekregen. Het was allemaal anoniem is dat gegaan. Dus daardoor kwam toen wel naar voren dat er dus antistoffen gemaakt konden worden. Die ook in het lichaam bleven en die ook werkzaam werden tegen het virus. Mocht je het nog een keer krijgen, dan kreeg je het, maar dan milder, zeg maar. En net als met een verkoudheid of een griep, weet je, als je het een keer hebt doorgemaakt, dan maak je het minder heftig door dan de eerste keer. Dus dat gezegd hebbende, ben ik heerlijk aan het haken. En ben ik een engeltje. Ja, het is nog geen engeltje. Het is nog dit. En het moet dus in die bol komen. De armpjes heb ik nu af. Ik ben nu met de handjes bezig. En dan kan ik dat in elkaar gaan zetten. De kleintjes zijn nog op bed. Ik ben Supernatural aan het kijken ondertussen. Dat kan ik niet kijken waar ze bij zijn. Dat is veel te eng. En ik ben aan het haken. De andere kinderen zijn niet. Die zijn lekker een dagje chillen thuis. En ja, ik vermaak me zo wel met mijn haakwerkje. Ik zie jullie later wel weer. Heel hero time. Ik heb maar een grote kan water nu gepakt. Want er gaat echt heel veel water in. Tot aan dit randje. Nou, dat is klaar. Dan zetten we dit er bovenop. Huppatee. Stukkertje erin. Ik zet hem nu wel onder de kastjes, want heel veel stoom kwam er niet af. Hij gaat aan en hij wil verbinding met mijn telefoon. Ja. Hij zegt dat er niet genoeg water in zit. Als het goed is kan ik dus gaan scannen nu. Dus we gaan even de app erbij pakken. New Hero.
En ik wil graag het stoofpotje. Die staat in de vriezer. Dus ik ga even die bakjes pakken. Stoofvlees, chunky appelmoes en aardappelpuree. Dat ga ik even pakken. Oké, vorige keer was ik dus vergeten dit aan jullie te laten zien. Maar je houdt dus dat ding ervoor. En dan gaat dit bakje oplichten. En dat is dit. Dus dat doen we hierin. En ik doe voor 2 personen. Dan moet ik het eigenlijk nog een keer scannen. Ik ga het nog een keer scannen. Dat die weet van, nou, er zit voor 2 personen in. Een beetje plat maken, anders past de deksel niet. Dat had ik de vorige keer ook. Ik geef hier de deksels afhalen en dan laat ik dat ook zien. En dan gaat hij deze kant laten zien. Dat is 1. En dan moeten we dus nog eentje. Die had ik al gedaan, zie je. Dus moet ik iedere keer een nieuwe moet je erin doen. Die is nog een beetje groot, maar dat gaat zo wel zakken. En dan ja, de laatste, het stoofpotje zelf. Het ziet er zo uit. Er zit een papiertje omheen. En dat is waarschijnlijk om ja, dat de saus erin blijft. Moet ook groen. Het middelste gaat branden. Ga ik erin doen. Nou, ik zie wel dat hij met 2 maaltijden toch wel wat moeite heeft. Dus ik ga aanzetten. 2 keer drukken. Ging de vorige keer ook zo moeilijk. Daar gaat hij. 28 minuten gaat hij koken voor mij. Daar heb ik zin in. Nou, laat hij ook zien. In de app kan ik ondertussen eten voor Rosa gaan maken. En ja, dit dus Fleur ook wel. Fleur, Steven en Michelle gaat het proeven. En anders halen we iets anders voor haar er nog uit. En dan gaat zij dat eten. Maar ja, de deksel past er nu even niet op. Dat doe ik zo. Kijk, zo heb ik de deksel even gedaan totdat het allemaal zakt. En dan zometeen kan ik de deksel wat verder naar beneden drukken. Want anders gaat de stoom er allemaal langs natuurlijk. Nou, nog 4 minuten. De deksel is inmiddels helemaal gezakt. Zo, heet. Ik zal even laten zien hoe het er nu een beetje uitziet. Dan zie je hier het eten. Het ruikt in ieder geval heel erg lekker. Echt heel lekker. App geeft aan dat het klaar is. En nu begint het warmhoudproces voor 30 minuten. Maar ik ga alvast opscheppen. En ik laat jullie zo weten. Laat ik zien hoe het op het bord eruit ziet. En ik laat even zien. Laat weten of het lekker is. Kijk wat hij in ene doet. Hij heeft een kerstmuziekje nu. Zo ziet het er op het bord uit. En ik wil even vertellen. Het eten was dit keer echt oprecht lekker. Het stoofpotje was lekker. Het enige minpuntje wat we hadden. Ja, ik moet toch even iets te zeuren hebben blijkbaar. Als je 2 van die blokken naast elkaar. Dat past dus niet in dat bakje. De bedeksel blijft dan een beetje openstaan. Naar de hand is hij wel gezakt. Maar daardoor is de bereidingstijd voor het stukje wat dus uitstak de hele tijd ja, korter. Waardoor een deel van het vlees, heel klein deel van het vlees was nog een beetje koud. Maar verder was het helemaal lekker. Het is natuurlijk voorgegaard en het wordt ingevroren. Het is niet dat je je complete maaltijd gaar stoomt. Je warmt het op via stoom. Dat heb ik nu al ontdekt. Want een stoofpotje in een half uurtje, dat kan natuurlijk nooit. Maar het was echt lekker. De aardappelpuree was heel lekker. De appeltjes met kaneel waren lekker. Het stoofpotje was lekker. Goed gekeurd voor vandaag. Zelfs Steven die vond hem lekker. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Nee, niet vrijdag. Ja, ik heb een vrije dag. Het is donderdag 24 december, kerstavond vandaag. En zoals jullie zien hier bij de kerstboom komen allemaal cadeautjes binnengedruppeld. Voor ja, familie, voor vrienden van Steven, voor ons gezin. Nou, we hebben het een beetje verspreid over meerdere dagen. Dus iedereen gaat ook gewoon zijn cadeautje krijgen. We gaan er gewoon een feestje van maken. Ik heb ook al enorm veel kerstkaartjes gehad. En waaronder een kerstkaartje van Amanda Baas. Dat is een kijker van de vlog. Ik had het nog niet gefilmd. Sorry Amanda. Maar hij hangt echt al aan mijn deur. Hij hangt hier. Kijk. Supermooi kaartje met een vogeltje. Van Amanda. En zo heb ik nog veel meer kerstkaarten. En het is eigenlijk is
ja, 50% zo'n beetje van de buren. Nummer 144, nummer 145. Het is ook wel heel grappig. We doen het elke keer van Agnes en de kinderen. We hebben een kaartje gehad natuurlijk van mijn zusje. Van Bianca. Wat heb ik hier nog meer? Francis. Dat is ook een heel mooi kaartje met een heel verhaal. Wat heb ik hier nog meer? Ja, dat is ook weer van een van de buren. Echt zo leuk. Kijk, en kijk eens even naar alle pakjes die er nu al liggen. Gisteren nog flink aan het inpakken geweest. En ja, sommige dingen zijn echt een kleinigheidje. En sommige zijn ook gewoon een grapje. En sommige zijn ook gewoon echt een goed cadeau. Maar we vinden dat elk jaar zo leuk om voor elkaar te doen. Zelfs de vrienden van Steven bijvoorbeeld, die doen mee. Iedereen koopt voor iedereen een cadeautje. Het hoeft niet heel duur te zijn, maar dat je voor iemand bezig bent. En nu was het natuurlijk super lastig omdat de winkels dicht waren. Maar soms kun je ook nog wel wat met de Jumbo-bestelling bijvoorbeeld doen. Dus in de Jumbo-app gewoon. En soms kun je gewoon heel veel kun je nog bij bol.com vinden. Is nog op tijd geleverd. Gelukkig waren we net op tijd. Maar de postbode heeft echt wel super druk gehad. De man die rent echt zo benen onder zijn lijf vandaan. Hij was echt een soort van kerstman hier in de straat. En hij gooide gewoon een pakketje voor je deur, bellen en dan liep al weg, weet je. Hij denkt, ja, je bent toch thuis. Duh. Dat is waar. Dus, en gisteren was zo aan het regenen. Alle pakketjes waren helemaal nat geworden. En die man was ook helemaal nat. En de barcode wilde niet scannen, want die was ook doorlopen en helemaal nat. Ik vond het zielig. Ik had het echt met die man te doen. En, sorry postbode. Alle postbodes van Nederland, sorry. Maar we mochten niet meer naar de winkel, dus we moesten online gaan bestellen. En het is gelukt. Oh ja, ik weet niet of ik hem al had laten zien. Oeps. Maar het rendiertje is af. Dit is hem geworden. Hij is echt super. Ik ben nu bezig met een kerstvrouwtje. En haar haren moeten nog. Nu is het nog een kerstmannetje, zeg maar. Nu is het nog zo met een mutsje. Maar er moeten nog haartjes onder. Haar jurkje ben ik nu aan het haken. Ik ben echt heel veel aan het haken. Ik merk dat dat helpt om mijn hoofd een beetje op orde te houden, leeg te houden. Niet te verzand te raken in al het nieuws. In ook de andere soorten nieuws die er zijn, die zijn er ook. De telefoon staat luid. Ja, weet je, ik moet daar echt afstand van nemen om in mijn... Het is kei irritant. Ik ga eens even dat ding... Van die mensen die sturen in elke regel een woord. Zo, even op stil. Wat was ik aan het vertellen? Ja, ik moet er heel erg voor waken om niet verzand te raken in de bubbel wat er allemaal gaande is in de wereld. Je hebt aan de ene kant natuurlijk het verhaal van de media. Je hebt aan de andere kant complottheorieën. Je hebt ook nog een middenweg. Je hebt er ook nog tussenin dat je je een beetje afvraagt van wat is er eigenlijk allemaal aan de hand. Zo'n persoon ben ik. Wat is er allemaal aan de hand? En ja, corona is vreselijk. Het is erg. Ik hoor het om me heen en ik weet het, dat het er is. En natuurlijk, het is super vervelend en naar. En ik had ook een hele lang berichtje. En Veronica, ik ga ook echt nog even reageren op jouw bericht. Maar echt eerlijk, ik heb het zo druk gehad de afgelopen tijd. Dat ik amper toe ben gekomen aan video's maken ook. En reacties lezen heb ik even snel gedaan. Niet gereageerd, want ik wilde tijd nemen voor een reactie. En dat heb ik dus nog niet gedaan. Maar ik las ook, heeft haar vader verloren. Super, super, super verdrietig. En dat soort verhalen, dat doet me wat, weet je. Dat vind ik echt heel erg. Maar het is gewoon verschrikkelijk als je iemand verliest aan corona. Als je iemand verliest aan kanker. Als je iemand verliest aan een of andere, aan elke andere ziekte ook, weet je. Mensen verliezen in je familie. Die je lief zijn, dat doet gewoon heel veel pijn. Echt heel veel pijn. En die pijn die neem je jaren, jaren met je mee. I know, been there. En sommige pijn gaat nooit meer weg. Echt nooit meer. En sommige pijn moet je echt gewoon een plek geven. Parkeren ergens in je hoofd. En soms even tevoorschijn halen. Om even weer na te denken. Dan komen de tranen weer. En dan voel je die pijn weer ten volle. En dan sluit je hem weer op. En steeds meer, als jij dat
terugpakt, die herinnering aan die persoon. Op een gegeven moment gaat de herinnering mooier worden. Mooier, rustiger, lichter. En ga je minder verdrietig en heftig reageren. Maar dat heeft echt heel veel jaren nodig. Heel veel jaren. Echt heel veel jaren. Maar omdat ik dus al best wel veel in mijn leven met dood te maken heb gehad, weet ik ook gewoon dat het leven geplukt moet worden. Je moet genieten. En je moet, weet je, de mensen om je heen helpen. Je moet kijken wat er nog zoveel meer is in het leven dan alleen maar aan jezelf denken. Geld verdienen, weet je. Kijk om je heen. En als je het geld verdiend hebt, wat kan je met dat geld doen ook voor andere mensen? En help elkaar. Het is zo belangrijk om elkaar te helpen. Ik kan het niet benadrukken, weet je. Je bent niet alleen voor jezelf op de wereld. Tuurlijk moet je ook aan jezelf denken. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor anderen zorgen. Maar wees de persoon die wat kan betekenen voor een ander. Het is zo belangrijk. Ja, en daarom sta ik er met twee benen, twee kanten, een beetje met corona en met alles wat in de media. Ik vind het zo heftig wat allemaal nu in de media gebeurt, dat ik denk van wat is dit? Er is nu weer een variant ontdekt die veel besmettelijker is. Maar mensen, ik kan het niet eens zeggen, want anders wordt mijn kanaal er weer afgegooid. Ik kan het niet eens zeggen hier op YouTube. Dat maakt het dus al zo frustrerend, dat je dus niet eens je dingen kan zeggen die je wil zeggen. Maar goed, ik denk dat degenen die ook kritischer denken, begrijpen wat ik bedoel. En ook weten welke kanalen inderdaad al verwijderd zijn geworden van YouTube en een eigen platform zijn begonnen. Maar dat is de hele andere kant van het verhaal. Maar je mag ook geen kleine dingetjes meer zeggen. En misschien piepel ik er tussendoor hoor. En misschien dat YouTube helemaal niet in de gaten heeft. Dat kleine kanaal Janneke Schaefer dit of dat. Maar dat dacht ik dus de vorige keer ook met Huisje Wel Tevreden. En dat er af en toe is een kind in de video. Of af en toe. De kinderen waren ook in de video. En dat mocht wel van YouTube. Maar mochten er geen reacties op komen. Dus daar ben ik ook niet tussendoor gepiepeld. Dus ik hou mijn mond hierover. En het is... Ja, het is gewoon een hele nare tijd waar we in zitten. En om dan positief te blijven, moet je af en toe terugkeren in je eigen bubbel. En mijn bubbel is dus nu haken. En gewoon met mijn gezin zijn. Mijn nichtje die hier nu door de week ook woont. De kinderen die gewoon nog komen voor de opvang. Alleen vandaag ben ik even vrij. Want ik had maandag, dinsdag en woensdag Rosa en Fleur had ik hier te slapen. Twee nachtjes hebben ze hier geslapen. En... ja, dus ik had zoiets van, ja, want ik deel dit onderdag even lekker vrij zijn. Even een dagje niks, even opruimen voor kerst. En dus dat. En ja, dan dat terugtrekken in je eigen bubbel. Kijk wat jouw bubbel is. Kijk wat je bubbel is. En waar word jij blij van? Is dat van TikTok maken? Is dat van diamond painten? Is dat van haken? Is dat van kleuren? Is dat van muziek luisteren? Is dat van lekker eten? Een beetje me oppassen. Buiten wandelen. Daar kan je ook heel blij van worden. Een boek lezen. Series kijken. Films kijken. Wat kan je nog meer? Laat me weten. Zijn er nog dingen die je ook nog zou kunnen doen die ik niet genoemd heb? In de reacties. Laten we elkaar inspireren om die eigen bubbel, je eigen veilige wereld te creëren en niet de hele tijd bezig te zijn met media, met wat er allemaal gebeurt. We blijven veilig, we houden ons aan de regels, maar we creëren ook onze eigen bubbel, onze blije bubbel. Want anders houden we dit niet vol. Dit gaat echt nog wel een tijdje duren. Het duurt nu tot 19 januari. Ik voorspel dat het veel langer gaat duren. Er is nu een nieuwe variant ontdekt. Veel besmettelijker, niet dodelijker. Ze hebben nu ook al ontdekt dat mortaliteit 50% of 47% omlaag is gegaan. Dus ze hebben een betere medicatie gevonden om de mensen te helpen. Ze waren natuurlijk eerst heel erg verrast natuurlijk door het virus. En wisten ze niet zo goed hoe ze ermee om moesten gaan. Nu worden er steeds meer medicijnen gevonden. Heb ik allemaal op nu.nl gelezen. Gewoon een nieuwsding. Dus dat gaat beter gelukkig. En ik sta al 10 minuten te kletsen. Dus ik ga stoppen. Maar... dat gaat beter en ik weet gewoon dat hoe besmettelijker, hoe meer mensen er ziek worden. Mensen worden er niet allemaal heel erg ziek van, dus laat je ook niet heel super bang maken, maar pas gewoon op. Pas gewoon op, net als dat je dat altijd zou doen voor virussen. En doe zelf ook kijken naar andere informatie bijvoorbeeld.
Maar ja, pas gewoon goed op. En laat me weten wat jouw bubbel is voor deze periode. Ik ga gauw stoppen. Het is 11 minuut 11. Mooi getal. Nou, het is nu kerstavond. We best een ik weet niet wat dit is, maar een bijzondere middag achter de rug. Mijn nichtje was van het paard gevallen. En die heeft enkel gebroken. Dus Rowena heeft... Gelukkig enkel de enkel. Enkel de enkel. En die heeft dus nu... Je stikt ja. Toch echt. Jezus, Daan. Heeft gips. Oh, yes. En we gaan cadeautjes nu uitpakken. Maar ja, dat is even een andere kerst dan anders. Hinkelend. Maar even kijken, wie gaat er als eerste cadeautje uitpakken? Daar zit de rest. En daar zit Daniella en ja, Rowena. Die is hier op de bank. Oh, Bella. Oh, sorry. Bella. Je deed er gewoon pijn. Oh. Bella, ik vind dat jij als eerste moet dan. Moet ja, ik als eerste? Hij is goed. Als eerste. Beetje fijn. Dat wel. Ja, ze vond het wel. Ik ga. Ik vind haar reactie. Jij uit. Oh! Nou, ik heb een schaar nodig. Staat erop eigenlijk. Deze is voor mij, hè? Je Janke. Is de torte counts. Ja, het gaat om het gedachte. De gedachte is mooi. Tough love. Dus wat zal het zijn? Wat denk je? Een bol. Ik denk een doos in een doos. In een doos. Ik denk... In een doos. Nee? That's so fucked up. Ik heb een schaar nodig. Wauw, je hebt echt geluk. Want precies niemand stond op. Wat zei je, Mies? Ik heb niet voor niks de hoesten. Hé, nog een doos. Huh? Wat is dit dan? Is dat meel? Synthetische vulling. Het is om mijn knuffels te vullen. Oh! En je kussens kun je mee opvullen. Dat kan ook. Want je kussens zijn helemaal slap. Ik zou het daarvoor gebruiken. Maar het is vulling voor knuffels. Sorry, het wordt niet voor de knuffels. Het is voor je bodypillow. Nee, het is gewoon voor alles. Dus voor knuffels, voor je BH. Beren, poppen, kussens, ja. Isolatie. Alles. Onderbroek. Ik dacht, dankjewel. Je zit zoveel Netflix, je moet lekker comfortabel zitten. Lekker je kussens goed opvullen. Plausibel. Ik mag meteen als kussen gebruiken. Ja, dankjewel. Oké, okay, Daniella gaat nu uitpakken. Wat zit erin? Ze had het al een beetje geraden. Ja, want Janneke kan niet zo goed geheimtjes bewaren. Je kunt best geheimtjes bewaren. Nee, nee. Hoe het ging, het was echt pangbillig voor jou, Daan. Hoezo? Ik ging tellen hoeveel erin zat en welke serie zoveel boeken had. Ik wist al wat het was, want ik had bepaalde series boeken gevraagd. En toen was Janneke... Heb jij lijstje.nl gebruikt? Dat vind ik smerig. Nou, dat is zo saai. Daar hou ik bij welke boek kan wel. Maar Janneke was toen heel erg excited. En dat kan altijd maar één serie boeken betekenen die ze zelf ook heel erg leuk vindt. Dat is dan Harry Potter. Toen ging ik tellen en toen waren het 7 boeken. Zo, dat is net Game of Thrones. Ja, maar die had ik toen nog niet. Maar mama heeft iets gekocht. Dit is zo'n Harry Potter, I'm sure. Denk ik. Want mama heeft iets gekocht. Ze was zo excited. Dus dan vindt ze het zelf ook wel leuk. Ja, Game of Thrones vindt ze ook leuk. Ja, dat is mooi ingepakt. Dat is echt niet fijn. Goed, hè? Ik ga sneller uit. J.K. Rowling is niet zo aardig op zich, maar... Oh. Dat was scherp. Wow, dit zag ik niet aankomen. Dit is echt hele mooie boeken. Ik was dat heb ik nog nooit Nederlands gezien. Dat had het helemaal erg afgemaakt. Dit zijn echt hele mooie boeken. Kijk. Hey. Nice. Wow, wat zijn die andere? Is er geen het is samen, is het Zwijnstein volgens mij. Ja, dat is toch fijn. That's awesome. Dat is Engels, dat is Engels. Denk je dat goed is? Dat het goed is. Maar ik wist dat je die doos niet ging gebruiken, ja, maar je kan ze nog steeds bij elkaar zetten, dan ze hebben een vormpje. Ja! Hebben ze ook letters erin? Nee. Zijn dat met de letters of zonder? Nee, blanco. Het zijn dummies. Maar je mag zelf invullen, het is een karaokeboek. Ha! Er zitten wel letters in, zie je? Ja, oh shit. Het is geen karaokeboek in. Alsjeblieft. Het is echt heel mooi. Het vliegpaard! Wow, wow! Dat is een mooie. Dat is een mooie. Zou je daar ook vanaf vallen? Nee. Ja, dat is niet aardig. Oh. Dat is een mooi paard. Die zijn wel veiliger. Dankjewel. Had je die al? Nee, hè? Nee. Die zijn wel veiliger. Dankjewel. Je. Ja. Je kan beter hierop zitten. Nou, trouwens zou ik niet doen. Nee. Kan je ook vallen? Nee. Kijk of je weet wat het is. Wat is het?
Wat is het? Wat is dit nou? Wat moet je ermee? Is het allemaal eten? Nee. Gereedschap. Is dit je eerste gereedschapkoffertje? Ja. You became a real man now. Ik ben benieuwd of hij weet waar het voor is. Dit is schuurfonds. Maar... What are you gonna make me? Ja, dat is het. Moet ik fysiek iets doen? Ja. Het is voor iets waar je een aantal van in huis hebt. Die soms wat onderhoud nodig hebben. Gitaar? Ja, het is duidelijk gitaar, want ik zie string. String action ruler. Dus dan kun je strings goed zetten. Dit is voor gitaar, ja. Hele gitaar toolset. Oh, een gitaar? Ja. Mooi te maken zo. En dit is, maar hoe je het moet gebruiken, moet je maar YouTube of zo. Want, Net zoals hoe je krukken loopt. Ja. Welke YouTube? Oh, dit is ook op strings in te zetten. Super handig. Michelle heeft ook een cadeautje wat ze hebben. Ik weet niet wat het is. Het is iets wat ze heel erg nodig heeft. En daarom zijn we nu al met cadeautjes begonnen. Dat is niet waar. Ik ben niet de reden. Douche gel. Hey. Heeft ze dat nodig, douche gel? Ja. Dat is niet waar. Ze heeft wel een geurtje. Hey. Hey. Oortjes. Van het beste merk in de wereld. Oortjes. Mm-hmm. Zijn de oortjes. Het zeg maar precies dezelfde oortjes, maar dan wit. Oeh. Want mijne zijn kapot en ze zijn zo goed. Nee, maar mijn oortjes die zijn zo goed. En ik was echt verdrietig dat ze kapot waren. Nice. Dan heb je weer nieuwe. Dankjewel. Wat zijn jullie? Goedemorgen. Het is vandaag eerste kerstdag. Het is vandaag 26. Nee, 25 december. Gisteravond hebben we alvast wat cadeautjes uitgepakt. Ik had al een beetje verteld van, we waren gisteren in het ziekenhuis beland. Mijn nichtje had de enkel gebroken, was van paard afgedonderd. En ik zeg het met een lach, maar het was geen lach op dat moment. Maar ja, nu zijn we een dag verder en ze heeft een beetje met krukken leren lopen. Dus dat gaat nu allemaal goed. En ze is redelijk zelfredzaam nu weer erin. Maar... ja, we hebben dus kerst. Mijn zus die komt mee eten. Dat is eigenlijk de enige voor van Daniella dan. Maar ja, die tel ik eigenlijk nooit zo erg mee. Maar goed, die komt ook eten. We gaan gourmetten. Niet mijn favoriete etensding. Ik weet niet waarom. Maar ja, één keer per jaar gourmetten. Ach, weet je, dat komt helemaal goed. Ik denk omdat je dan de hele tijd met eten maken bezig bent. En eten maken de hele tijd vind ik nooit zo leuk. Ik hou meer van het eten opeten. Dat. De cadeautjes die zijn een beetje een soort van verplaatst. Kijk. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik zal de stoel weghalen. Dan heb ik net het begin van de shoplog mee opgenomen. Dan ga ik gewoon braaf voor de kerstboom zitten. Maar ja, hier is een grote doos weggehaald. Die hebben we gisteren uitgepakt. Dus ik moet nog even opruimen. En verder moeten we hier straks eten. Dus je kan wel zien wat ik moet gaan doen vandaag. Nog wat cadeautjes inpakken voor morgen. Oh ja, morgen. Overmorgen gesproken komen wat vrienden van Steven. We houden ons echt wel aan de regels. Maar die komen. En daar hebben we dus ook nog cadeautjes voor. En die hebben ook cadeautjes voor ons. Dus er komen nog veel meer cadeautjes bij. Ja, ik ga even opruimen. Ook al is het kerst, ik ga opruimen. De vaatwasser leeghalen. En zelfs een was draaien. Het gaat gewoon door. Toch? En daarna ga ik kerstfilm kijken met mijn nichtje en haken en wachten tot de visite komt en dan gaan we gourmetten. Maar ja, waarschijnlijk zijn jullie daar ook gewoon bij. Ja, bij het gourmetten. Volgende twee. Mond vol met eieren, keel vol met eieren, in de longen. Gaat goed? Een heleboel donderde net hier in elkaar. Door mij. Zijn heel lekker je eieren, Michelle. Dankjewel. Hier ben ik. En nou moet ik nog gaan eten. Kijk mijn hoofd. Ga ze ook laten invriezen. Ja. En zoals jullie hebben gemerkt is er geen vlog online gekomen deze week. En sluit ik hem ook nu pas af. En ja, het is een beetje, koek is een beetje op of zo. Ik voel me heel erg moe. Ja, gewoon even, met mij gaat even wat minder, zeg maar. En, maar goed, ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Ik zie jullie weer in een shoplog, vlog of een andere video. Maar ja, het kan dus zo zijn dat het een keertje even anders loopt dan anders.
excuses daarvoor. En het is niet minder gemeend. En ik blijf mijn best doen om leuke video's voor jullie te maken. Want dat is toch waar mijn hart ligt en wat ik super leuk vind om te doen. Maar soms kost alles gewoon even wat meer energie. Tot de volgende keer. Doei!